De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO, roept landen op om prioriteit te geven aan sneltesten voor mensen met COVID-19-symptomen. Naarmate het aantal besmettingen toeneemt, moeten er meer testen worden uitgevoerd om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Volgens PAHO-directeur Carissa Achen moet het testen op gemeenschapsniveau worden uitgebreid om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Antigeensneltesten die in slechts enkele minuten een diagnose stellen, vereisen geen gespecialiseerde apparatuur of opleiding en kunnen daardoor meteen worden ingezet in eerste lijn gezondheidscentra waar er meer mensen dichter bij huis kunnen worden bereikt, meende PAHO-directeur. Degenen zonder symptomen moeten in quarantaine blijven en de maatregelen van hun ministerie van Volksgezondheid in acht nemen.